Het inheemse dorp Redidotti heeft een nieuw dorpsbestuur onder leiding van Marciano Stuger. De verkiezing is afgelopen zaterdag gehouden. Stuger kreeg 57 stemmen. In een telefonisch interview vertelt de nieuwe kapitein hoe de verkiezing is verlopen. Zaterdag jongstleden, 21 december, heeft er inderdaad een bestuursverkiezing plaatsgevonden. Met ondersteuning van het ministerie van de regionale ontwikkeling, onder directoraat duurzame inheemse ontwikkeling. En ja, inderdaad, daaruit is voortgevloeid dat ik als kandidaat kapitein ben gekozen. Echter moet er nog een aanvulling komen. We moeten namelijk een dorpbestuur is namelijk dusdanig opgezet dat je een kapitein hebt. En na de kapitein heb je een vervangend kapitein, dat is staat bekend als de hoofdbasha. En bij de inheemse dorpen staat het gewoon bekend als de bigibasha. En nog ondersteunend met drie of meer basha's. Dus we moeten nog gaan voor de hoofdbasha. Maar ik denk dat na deze dagen, dus met de feestdagen, zullen we dan daaraan gaan werken. Dan zijn we dan compleet. En ik vermoed dat we rond 1 januari met de installatie zullen beginnen. Stuger geeft aan dat hij al in het vorige bestuur zat als basha. Hij benadrukte dat het een hele spannende verkiezing was. Nou, heel spannend, eerlijk gezegd. Het is voor het eerst dat een verkiezing in onze dorp heeft plaatsgevonden. Het is doorgaans op de traditionele manier plaatsgevonden door middel van aanwijzing. En we hebben echt dit jaar gekozen om het heel transparant te doen op een hele democratische manier. En dat mensen dat heel traject kunnen meemaken. En het voornaamste wat hierbij telt is dat de gemeenschap kon bepalen hoe transparant ze het wilden hebben. En dat hebben ze ook kunnen ervaren. Ik wil middels deze ook gebruik maken van de gelegenheid om de totale bevolking van Redidotti te feliciteren met deze nieuwe stap. Het is een nieuwe ontwikkeling en ik hoop dat ieder zijn bijdrage zal blijven leveren zoals we dat altijd al hebben gedaan. En dat we nog veel meer zullen gaan betekenen, het dorpbestuur voor Redidotti en zeker ook voor de omgeving. Marciano Stuger, hij is afgelopen zaterdag gekozen als nieuwe kapitein van het inheemse dorp Redidotti.